moet ik alleen zien. Ja, zeker. Ik pak ik de zoom inderdaad. Saïra. Ja. Wat leuk dat je dat ook weet. Ik heb altijd snoepje gespaard. En toen jullie... Ik zie hem hangen, de klas van 2003. Hey, superleuk als je kijkt naar de tweede Scala School TV vlog. Ik ben Kelly Kressen en zoals we in de vorige vlog hadden bekendgemaakt, zou ik een kijkje gaan nemen op mijn oude basisschool en daarom neem ik de vlog vandaag over. Zoals je al wel kan raden, sta ik al op de plek van bestemming, de Olofpalme, mijn oude basisschool, en ga ik een kijkje binnennemen. Ik zie al dat het logo veranderd is, dus ik ben benieuwd wat er allemaal nog meer veranderd is. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig met me mee. Ik zie dat hier de directeur zit. Ik zal natuurlijk wel even vragen of ik even rond mag gaan kijken. Dus ik ga even aankloppen. Hallo. Hi. Ja, moet Kelly zijn. Ja, dat klopt. Ja. Hi, Kelly. De oude basisschool. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, ik ben Maya van Sluisveld. En Maya heb je niet gekend, want ik sta er pas sinds 5 jaar. Ik wil eigenlijk even rond gaan kijken. Ja, is goed. Ik ben wel benieuwd wat er is veranderd en of er nog wat leerkrachten zijn van mij van vroeger. Ja, hoe kan je wat namen noemen? Juffrouw Debbie. Ingeborg. Ja. Meneer Kees, maar die werkt hier sowieso niet meer. Werkt hij niet meer. Paul. Is ook directeur geworden. Maar we gaan eens even kijken. Ik loop met jou mee, want ik weet zeker dat je voor Ingeborg, die heb jij gehad, dat die er wel is. Oké, okay, dan gaan we daar even naartoe. Loop ik mee. Als ze er is, want dat is een van jouw leerkrachten geweest. Ja, klopt. Oh, dat is lang geleden. Ja, ja. Ik denk al zeker 20 jaar. Ja, ja, ja. Echt lang geleden, ja. Nou, je bent niks veranderd. Ja. Groter geworden. Jij ook niet, nee. Oh, leuk. Ik weet nog zo goed dat jij de snoepieklas had. Ja, alles was snoepie. Super fan van. Al vanaf dat ik heel klein ben, heb ik altijd snoepie gespaard. En toen jullie bij mij in de klas waren, toen was er bij McDonald's een spaaractie met allemaal kleine snoepietjes. Dus kon ik voor jullie allemaal een klein snoepietje geven. Dat was echt super leuk. Echt heel erg leuk. Ja. En wat weet je nou van onze klas en van vroeger, van mij? En... Nou, jij was echt super lief altijd. Wel gewoon niet in een hoekje of zo, maar gewoon heel lief en gezellig en met vriendinnetjes. En lekker kletsen. Maar ook gewoon super leuk om je in de klas te hebben. Het was sowieso een hele leuke klas. Ja. Ik werkte toen nog fulltime. En dan heb je echt wel een hele binding. Nou, heel erg bedankt. Ik vond het heel leuk om even mee te mogen kijken hier. En ik vond het super leuk om jou weer even te zien. Ah, en 20 jaar later. Echt fantastisch. Ah, dankjewel. Leuk. Ja, dankjewel. Succes met je verdere carrière hier. Ja, want je hebt ook altijd al hier gewerkt. Want hoe lang werk je hier Ik werk hier gewoon nu bijna 22 jaar. Wow. Met heel veel plezier. En het onderwijs is nog steeds, daar ligt nog steeds je hart. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ja, super leuk om even bij juffrouw Ingeborg langs te zijn geweest. Ik ben nu buiten, want ik zie daar de gymzaal. En ik ben heel nieuwsgierig of mijn gymleerkracht van vroeger er nog is. Of ze me nog kent. Ik was zelf echt een drama met gym. Het kindje wat als laatst gekozen werd. En nou ja, er gewoon niet zo heel veel van bakte. Dus ik ben benieuwd of ze dat nog weet. En ik ga eens even een kijkje nemen in het gymlokaal. Volgens mij zie ik daar iemand. Hallo. Hey, hallo. Kelly. Kelly, oh, top zeg. Hoe is het? Ja, goed met jou. Ja, super lang geleden. Nog steeds helemaal actief hier bij de Olofpalme. Ja, elke dag nog een live in kicking, hè? Ja. Ik weet het nog heel goed. Ik zie jou nog met een dikke buik, zwanger. Gewoon nog de hele apenkooi voordoen en koprollen maken. Toen zelfs dacht ik van, wow, want ik vond het al helemaal spannend. En jij deed het gewoon zelfs met een baby in de buik. Wat leuk dat je dat ook weet. Ja, heel goed. Dan weten we ook ongeveer hoe lang geleden dat is. Prachtig. Ja, heb je verder nog herinneringen aan de gym? Nou, ik was een beetje het meisje die het allemaal heel spannend vond. Ik durfde niet bok te springen. Ik vond het spannend met balspellen en al die dingetjes. Maar je genoot wel heel erg van rennen, springen, apenkooien, al die andere dingen toch? Ja, ik vond spelen wel heel erg leuk. Ik vond gym wel een hele fijne les om even uit het klaslokaal te zijn. Ja. Ja, dat moet ook. Ik heb altijd zoiets van, als het niet de leukste les in de week geweest is, dan heb ik iets fout gedaan. Oh, ja. Toch? Want ja, we vinden het natuurlijk super belangrijk dat elk kind zijn eigen grenzen leert kennen en ook leert hoe kan ik mezelf ontwikkelen. Niet alleen motorisch, maar vooral ook sociaal en emotioneel. Hè. Echt je eigen ruimte innemen, je eigen plekje pakken. Mee durven doen. Je hoeft niet alles leuk te vinden, want volgens mij vond je vroeger ook niet echt alles leuk. Hè. Maar als je de dingen die je leuk vindt, als je die kunt blijven doen, of je kunt iets vinden wat aansluit,
Ja, dan hebben we ons doel bereikt, want dan kun je lifetime bewegers creëren eigenlijk. Ja. Hè? Dus dan voed je op tot een actieve leefwijze. Ja, mooi. Ja. Dankjewel. Leuk je het te hebben gezien. Superleuk. En heel veel geluk nog in je carrière. Ja, dat gaat lukken. Ja, heel veel succes met al je vlogs. Leuk. Dat er ook allemaal gebouwen bij zijn gekomen. Dus ik ga gewoon eens even rondkijken. We zijn nu in de aula. Superleuk om te zien. Ik weet nog heel goed dat we daar de musical hebben opgevoerd. Ik vond het vroeger altijd superleuk om musicals te doen. En nou ja, gewoon allemaal... Die klassefeesten en ik weet niet meer precies wat we hier allemaal hebben gedaan. Dat was altijd heel leuk. Maar hier zie ik een fotomuur. Ik ben benieuwd of ik mezelf hier ga spotten. Ik zie hem hangen, de klas van 2003. Hier ben ik. Heel leuk om net juffrouw Judith van de gym gezien te hebben. Nu zie ik dat meneer Paul hier zit en daar heb ik onder andere muziekles van gehad in groep 7. Ik ben benieuwd of u me nog kent, dus laten we eens even aankloppen. Hey! Hallo! Een bekend gezicht! Jazeker! Hey, Kelly. Dag Kelly! Ken je me nog? Zeker weten! Hartstikke leuk dat je er bent! Zus van Bas. Van Bas, hè? Ja. Ga lekker zitten. Ja, dankjewel. Hé, hey, hoe gaat het met jou? Ja, gaat heel erg goed. Ja. Waar ben jij terechtgekomen vanaf de Olifpalm? Na de Olifpalm heb ik de HAVO gedaan. Tot een college. En toen heb ik SPH afgemaakt, het HBO. En nu ben ik vlogger. Kijk toch eens aan. Al een paar jaar. En nu help ik ook Scala scholen om ook te gaan vloggen. Dus zodoende deze vlog. Mooi om te horen. Weet je het nog, welke lessen deed ik af? Muziek. Ja. Ja, ik zie je nog zitten hoor. Ah, Saïra, Saïra, Saïra. Ja, klopt. Ja. Écoutez la carte. Ja, dat is het enige Frans liedje wat ik überhaupt heb. Ja, maar knap dat je het nog onthouden hebt. En, wacht even, ik heb nog de kazoo. Kun jij dat zingen dadelijk? Wacht eens even. Ik kan niet zingen. Jawel, probeer het eens, Kelly. Oh, dan moet ik alleen zingen. Ja, zeker. Nee, ik pak ik de kazoo inderdaad, want die nam ik altijd mee op het kamp. Klasse! Kijk dat je het nummer ook nog kent. Doet me deugd. En baby, zat jij in de klas toen? Joost Kempen, Angelique van Sambeek, Lisa van S, Simone Grimberg, Boerak. Ja. Wacht, daar hebben we nou een foto van. Oh, leuk. Eens even kijken, ja. Ja. Kijk eens, want als het goed is, ben je in 2003 zat je in groep 8. Ja. En hierna, daar sta ik. Oh ja. Oh, niks veranderd. Nee, wat dat betreft inderdaad dan... Ja, zelf sta ik hier. Een beetje verstopt. Nee, juf Ingeborg, heel jong hier. Maar je was toch niet zo opvallend in de klas, of wel? Nee. Nee, volgens mij was jij een bescheiden leerling, toch? Ja, dat is wel veranderd. Toch wel. Ja, goed, als je als vlogger inderdaad aan de gang gaat, dan zorg je dan wel dat je vooraan komt te staan met je neus. Ja, heel leuk om te zien. Leuk om je nog even gezien te hebben. Ja, dat is insgelijks. Ja. Ik wens jou heel veel succes als vlogster. Ja, dankjewel. En mocht je ooit wereldberoemd op de televisie komen, dan kan ik zeggen... Heeft bij mij in de klas gezeten tijdens de muziekles. Precies. Hartstikke mooi. Nou, hey meid, veel plezier weer. Dankjewel. Superleuk om langs geweest te zijn op mijn oude basisschool, de Olof Palmen. Echt heel erg leuk ook hoe ik ontvangen werd en om met andere leerkrachten te spreken. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Volgende week kunnen jullie een nieuwe vlog verwachten, maar niet van mij, maar een andere juf van Scala Scholen. Dus dat is nog een verrassing. Zorg dat je een duimpje omhoog doet als je hem leuk vindt. Abonneer je op Scala School TV om geen enkele video te missen. Volg ons ook op Instagram met @ScalaSchoolTV. En dan zeg ik tot de volgende video. Doei!